Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag 12 maart. Het is helaas geen ochtend meer. Ook geen middag, maar het is 9:30 s'avonds. En ik heb de hele dag met mijn luie reet in dit bed gelegen. Vrij weinig gedaan. Tot niks. Ik had nergens ook zin in om te doen. Ik weet ook niet waarom ik ineens zo ga praten. Maar dat komt omdat ik van het weekend met Lois was. En als Lois en ik elkaar dan zien, dan praten we altijd zo. Maar goed, deze week ga ik iets anders doen. Normaal doe ik het in twee vlogs. Maar deze vlog is maar één vlog. En dat komt omdat ik dan meer materiaal heb of zo. I have no idea what I'm talking about. Maar goed, er komt één video online deze week. Misschien een bonus. I don't know. Misschien wil ik binnenkort weer een paashokje shoplog doen. Maar dat moet ik eventjes kijken wanneer en waar en hoe en wat. Dus dat kunnen jullie nog van mij verwachten. Ik wil jullie trouwens deze mok laten zien. Baby, it's cold outside. Het is voor kerstmis, maar ik drink de thee uit. En dit is het enige shot wat jullie van dinsdag gaan zien. Dus ik spreek jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 13 maart. Het is nu 11:15. Ik ben al een tijdje wakker. Ik heb net gefacetimed met Kiara. Het was super gezellig even, want ze is nu op vakantie. En zometeen ga ik naar buiten. Oh, ik haat dit weer. Het is waaierig. Het is heel hard aan het regenen. En als je fietst, dan waai je weg. Maar ik ga zo meteen met Ines naar de stad. Want we gaan koffie drinken. Gezellig. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik lig nog in bed zoals je kan zien. Ik ga er nu wel echt uit, want ik heb nog een uur. En you know me, ik ben altijd heel traag met alles en doen en et cetera, et cetera, et cetera. Dus ik ga nu mijn bed uit en ik neem jullie met me. Hey, we hebben net lekker gegeten bij Kek. Het was super gezellig. Hè, Ien? Ja. En Ines gaat nu even de lippenstift opdoen. Dus ze gebruikt. Oh nee. Je model. Lipjes getuigd. Ziet er altijd goed uit. Ze heeft net een compliment gekregen over haar jas en haar shoes. Hallo. Nou, wat leuk! Kijk zo. Ja. Ik heb wat grappig. We hebben dus net foto's gemaakt bij dit hele leuke bed. Er liggen geen kussens op. Je bent aan het slapen. We hebben hele coole foto's gemaakt met z'n tweeën. Die is cool. Yeah. En het ziet er heel leuk uit. Hey mam, ben je er ook? Hey mama. Grapje, schat. En dan staat hier ook een hele coole palmboom. Vet leuk. Hey Ian, ik krijg een beetje Ibiza vibes van dit. Bye. Bye Felician. En ik ben weer thuis. Het was super gezellig met Ian in de stad. En ik heb niet zo heel veel gekocht, alleen even wat broodjes en wat beleg en een ijsthee heb gekocht. En dat heb ik allemaal gekocht in de stad bij de Albert Heijn. We hebben ook hele leuke foto's gemaakt. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Het is donderdag 14 maart, het is nu 11:45. Ik heb over ongeveer 10 minuten afgesproken in de stad met Samantha, dus ik ga er zo meteen heen. Ik ben nog niet helemaal van beter, zeg maar, want ik werd gisteren heel erg ziek. Alleen deze afspraak stond al en ik dacht, nou weet je, even wat afleiding, even wat buitenlucht, frisse lucht, kan geen kwaad. Maar mijn neus loopt echt de hele tijd los of vast of whatever, of hoe je dat ook wil noemen. Ik ga er zo meteen vandoor en ik neem jullie gezellig weer met me mee. Ik sta in de H&M. Ja? Die trui? Nee,
En ik heb deze, deze en deze. Dus it's time for een pashokje shoplog. Woep, 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 woep. Als eerste heb ik deze nude trui aan. Hij zit super lekker. Samantha heeft hem ook. Hij is zo leuk en hij is maar 10 euro. Zo, jezus, what the fuck. Maar ik voel me net zo'n... Bij jou staat hij echt zo van, ik ga naar school. En bij mij staat, als hij blauw was geweest, had hij ook leuk geweest. Ik vind hem ook vet ook met deze outfit. Ik vind hem ook heel tof staan. Ja, hij is maar 10 euro. Bij de H&M. Allemaal basic truien. Bij deze blouse krijg ik echt, doe mij een toppertje en een breezer ananas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij. Want vanavond gaan deze remmen nog. Laat maar, oké, boeien. Wij hebben ze een keer gezien, hè, bij de Kids op 20, toen wij eraan meededen. Ja, bij de Kids op 20, yes. Oké, ik ga nu dat shirt wat Samantha aan heeft, de Ariana Grande, heb ik ook gepakt. Die ga ik ook aandoen. Can't resist it no more. This is the part when I say I don't wanna. I'm stronger than I've been before. This is. Doe deze jas aan. Superleuk met bondje hier. En dat shirt trouwens moet jullie even wegdenken van Ariana Grande. Maar ik vind het wel een heel leuk jasje. Alleen ik heb al zoiets. Dus no thank you. Next. Waiting on Samantha be like. Hey. I'm ready. I'm done with kleding. Oh, passion. Dus, wat ik neem is alleen die trui. Sam, wat neem jij? Ja, doen. 10 euro. Maar wat neem jij? Ik neem die shirt en die trui. Welke shirt? Ja, Ariana Grande. Oh, dat shirt neem jij? Ja. En die trui? Ja. Yay, matchy matchy. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En ik heb 3 dagen niet gevlogd. Dat komt omdat ik 3 dagen al echt letterlijk ziek in bed lig. Met knallende koppijn, misselijkheid, koude rillingen en zo. Dus ik heb toen niet meer de vlog afgesloten. Ik ben nu hier aan het editen. Het gaat nu wel een stuk beter. Maar ik voel me nog niet helemaal top. Maar... ik heb morgen wel een concert gepland van Zack Abel. En dat is dit. Deze Zack Abel. En daar heb ik wel zin in. Maar ja, op een gegeven moment denk ik van, weet je, het stelt gaat niet of gaat niet goed. Dan ga ik gewoon naar huis. Het is in Amsterdam, dat wel, maar we gaan met de auto, dus dat is wel chill. Maar ja, weet je, ik moet gaan, want ik wil er zo graag heen. En weet je, als het niet gaat, gaat het niet. En ja, prima. Maar... ik sluit bij deze ook deze week vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om naar te kijken alsnog. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet even me te volgen op social media. Instagram, Twitter en Snapchat. Wie gebruikt Twitter nog? I can't. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Die voor jullie volgende week maandag online staat. Dus tot volgende week maandag, guys. Bye bye.